Ik ben Carly Manders, ik ben 26 jaar en ik woon in Os. Ik heb eerst VWO gedaan, toen ben ik uiteindelijk VMBO theoretische leerweg gaan doen. Omdat dat toch op dat moment net iets meer bij mij paste, omdat het meer praktijkgericht was. Daarna ben ik heel even MBO paardenhouderij gaan doen en toen uiteindelijk toch besloten dat ik liever iets wou doen wat ik echt super leuk vond. En daarvoor had ik een HAVO-diploma nodig. Dus toen ben ik dat nog gaan halen aan het Mondriaan College. En toen heb ik International Event, Music and Entertainment Studies gedaan. Het is een soort van cultuurmarketingopleiding waar je je kunt richten op muziek, televisie, theater, musea, dat soort culturele instellingen. Ik werk bij Museum Jan Kuhne als marketeer. Doe ik alle communicatie, PR en marketing. En ik werk bij Café Lollipop als boeker en promotor. En ik ben freelance kunstenaar. Ik begin rond 9 uur hier en ik beantwoord mails, ik bel met adverteerders, ik maak posters, flyers, doe vrijwilligerswerving, ik doe een deel evenementen en voornamelijk de promotie van de tentoonstellingen. Ik vond het leuk aan het VMBO dat ik heel erg mijn eigen creativiteit erin kwijt kon en dat het ook net wat praktijkgerichter was, dus net wat minder echt alleen maar taaie leerstof, dat ik op de HAVO wel wat meer tegenkwam. Maar ik mocht heel vrij eigenlijk bijvoorbeeld de CKV tekenopdrachten, handarbeid, dat soort dingen mocht ik allemaal heel vrij doen. Ik vind de mentaliteit van VMBO'ers in het algemeen heel tof, omdat het echt een aanpakken en gaan mentaliteit is vaak. Ik ben zeker blij dat ik in eerste instantie VMBO gedaan heb, omdat het mij de tijd en ruimte heeft gegeven om te beslissen wat ik echt graag wilde. Ik maak voornamelijk van oude instrumenten, andere producten, bijvoorbeeld lampen van oude drumstellen. Ik maak klokken van oude LP's. Ook van drumstokken maak ik bijvoorbeeld ook weer lampen. Ik beschilder gitaren. Ik maak van gitaren ook boekenplanken. Ik beschilder ook ukuleles. En ik maak gewoon ook schilderijen. Ik heb voornamelijk heel veel ukuleles verkocht. Over echt de hele wereld. Amerika, Australië, IJsland, Peru. De gitaren die ik maak heb ik ook een aantal verkocht. LP-klokken, kussenslopen. Ik maak dingen voornamelijk voor mezelf. En met een beetje geluk vinden andere mensen het ook gaaf en kopen zij het. Ja, ik bezoek zeker musea ongeveer een keer of 8 per jaar en dan voornamelijk in Europese hoofdsteden. Ik vind moderne kunst vaak wat gaver omdat het heel divers is. Er zijn veel minder regeltjes dan dat er in de wat oudere kunst lijken te zijn. Ik let op hoe het gemaakt is, wat voor vaardigheid dat er voor nodig is geweest om het te maken. En ook wel een beetje wat de kunstenaar ermee heeft willen zeggen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar fotografie, is het heel interessant om te kijken vanuit welke hoek iets gemaakt is, hoe de belichting is, hoe het opgezet is. Wat me leuk lijkt dat de leerlingen gaan doen, is dat zij de dingen die ik bijvoorbeeld ook beschilder, zoals canvastassen, maar ook sneakers, kussenslopen, t-shirts, dat soort dingen, dat zij dat gaan beschilderen met iets wat zij zelf leuk vinden en waar ze inspiratie uit halen. Ik vind het heel belangrijk dat als zij iets maken, dat ze het zelf mooi vinden en dat ze zich niet alleen maar aan de vast omlijnde opdracht houden.